Het is inderdaad de vraag van ja, leidt nou meer werken tot het nieuwe werken? Wat je natuurlijk ziet is dat in de praktijk een hoop mensen eigenlijk al wat meer flexibiliteit in hun werkuren gebruiken. Mensen een deel van hun werk op kantoor doen, maar ook 's avonds toch vaak nog wel even achter een pc kruipen of even een mailtje of een telefoontje doen. Aan het woord expert Suzanne Smulders, die aan de wieg stond van het nieuwe werken. Een vorm van arbeid die als risico met zich meebrengt dat er wordt overgewerkt, of niet? Er zijn in ieder geval een aantal valkuilen waar je op bedacht moet zijn. Belangrijke valkuil is dat je inderdaad niet te veel gaat werken. Ja, managers zijn altijd bang, gaan mijn mensen wel genoeg werken? Terwijl in de praktijk blijkt dat mensen eerder veel te veel gaan werken dan te weinig. Tweede valkuil is dat je wel heel bewust ook met elkaar aandacht moet besteden aan hoe houden we onze binding onderling. Hoe blijven we met elkaar in contact? En hoe houden we ook op een dagelijkse basis contact als we elkaar niet standaard tegenkomen bij het koffiezetapparaat? Want contact, dat is waar het voor veel werkgevers om gaat. Die wensen niet het gevoel te krijgen dat het personeel een loopje met ze neemt. Zo vindt ook Radboud van Hal van Achmea, een bedrijf dat het nieuwe werken al jaren toepast. Als je hebt over overwerken, dan heb je het nog steeds over tijd. Ik werk meer dan wat ik afgesproken heb. En als je kijkt naar echte nieuwe werken, dan gaat het eigenlijk dat je hele goede afspraken maakt over de performance die je levert, over de opdracht die je moet vervullen. Als je als medewerker echt verantwoordelijkheid durft te nemen voor je werk, de inhoud van je werk, dan ben je klaar voor nieuwe werken. Als je dat lastig vindt, of je hebt graag sturing, dan moet je nog even mee wachten. Ten opzichte van een heleboel andere Europese landen lopen we echt mijlenver vooruit. Aardig is dat dat natuurlijk ook ja, onze kracht heel sterk kan zijn naar de toekomst toe. Omdat je de ontwikkeling die we hier in Nederland zien, zul je ongetwijfeld ook in andere landen steeds meer gaan zien. Dat vooral die werknemer gewoon echt flexibiliteit wil. Om te zorgen dat je dat privédomein, dat werkdomein, wat vroeger heel strikt gescheiden was, om dat veel vloeiender in elkaar te laten overlopen. Is het de oplossing voor overwerken of is het niet de oplossing voor overwerken? En ik denk als je zodra je nieuwe werk hebt, heb je het eigenlijk niet meer over tijd, dus ook niet meer over overwerken en daarmee verdwijnt het. En je ziet dat mensen zich binden aan de inhoud van het werk en dat is eigenlijk veel belangrijker dan aan de tijd die werk oplevert.